Welkom bij weer een nieuwe Mirakel Bakzager vlog. We gaan vandaag koken op de vestiging. En ik probeer in ieder geval één keer in de week te koken met de kinderen. En soms zal dat dus op maandag zijn, dan op dinsdag, dan op woensdag, dan op vrijdag. En zo gaan we eigenlijk elke dag af, zodat elk kind in ieder geval de kans krijgt om gezellig te koken. En hetzelfde natuurlijk met sport, knutselen, spel. Dat proberen we zo afwisselend mogelijk te maken. Maar goed, we gaan vandaag koken. Ik ga jullie snel meenemen naar de kinderen. Oké, lieve kinderen, wat gaan wij doen? Appelroosten maken. En hoe zou je die dan maken, denk je? Met een soort iets met appelflap, want er staat zo'n bladeren. Dat heb je heel goed gezien. Met appelmoes. Maar ik lust geen appelmoes, ik lust wel appel. Nou, dus we gaan even kijken. Ik ga hem weer even op pauze zetten en dan gaan we even, zal ik even uitleggen hoe we dat gaan maken. Wat hebben we nu allemaal nodig? En kom. Hartstikke goed. Hey, dat klopt inderdaad ongeveer wel, want we hebben net even de instructies bekeken. Hartstikke goed allemaal. Dus volgens mij hebben we alles wel. We gaan zo alles even klaarzetten. En wat moeten we als eerst doen? We moeten de appels door de midden snijden. Dan de pitjes met een lepel eruit halen. En dan alles in plakjes snijden. Wat gaan we doen met de appels? Gooien. Ga je ze erin gooien? Gewoon. Ja. Nou, oké. Nou, ik zou ze er niet in gooien persoonlijk, maar. Leg ze er maar voorzichtig in, tuin. Nou, Max gaat nu de citroensap er een beetje uitknijpen, zoveel mogelijk. Oh, Rijn. Nou, iedereen heeft het netjes door midden gesneden. Nou, we hebben ze hier nog even opgerold en in de oven gedaan. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We gaan nog even naar het allerbelangrijkste. Even proeven of het smaakt natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. En wellicht tot volgende keer. Dag!